als je dan op een plezante locatie zit, dan zijn je ook meer gemotiveerd om je werk sneller af te krijgen. Het is meer motiverend dan dat je van 9 to 5 op je bureau moet zitten eigenlijk. Ja. In 2018, software developer Xavier Vermeire started Ride Offsite. He's transforming a vintage English double-decker bus into a co-working and co-living space on wheels. The goal is to travel Europe and be stationed in diverse sites while guests can work on their team building inside or with outdoor activities, combining work, fun and adventure. Leuke sporten dat ik wil doen, die zijn gewoon leuker als je ergens aan de zee zit of in de bergen. Dus je moet gewoon ook de locatie moet ook goed zijn. En vooral ook als je dan bijvoorbeeld wilt gaan freeriden met snowboarden, dan moet je ook de sneeuw kunnen volgen. Als je altijd verse sneeuw wilt, moet je ook kunnen verplaatsen. Ja, hetzelfde met golven. Golven moet ook kunnen volgen. Er zijn niet altijd golven op de plaats waar jij bent, dus dan moeten die wel kunnen volgen. En als je dan iets mobieler bent dan, en je kunt snel heel je huis meenemen, dan is dat ideaal. Ja. De bus zelf is van 79. Ik heb die dan gekocht van Heineken. En daarvoor is dat een voertuig geweest, een promovoertuig van Ben & Jerry's voor Heineken. En daarvoor heeft hij in Londen rondgereden. A total of 8 people fit on the bus. It can work completely off-grid due to solar panels, a big battery bank, gas, a bathroom and a compost toilet. Xavier will drive himself, provide and cook for everyone on the bus. Het enige aandenken is een hoofdsteun van voor. Daar staat nog Heineken op. Ik ben nog niet zeker of dat gaat blijven. Op zich is dat een deel geschiedenis wel. Ja. Hier vooraan hebben we eigenlijk eerst de keuken. Die keuken is vrij ruim, maar dat gaat ook wel nodig zijn als ze dan voor 6 mensen willen koken. Redelijk diepe kasten, potten, pannen, dat soort zaken. Hier hebben we nog voor af te wassen. Gewoon een blikje. En dan zijn er 6 pietjes voor te koken. We doen hier wel zo'n oventje. Alles werkt dan op gas. Kruidrek. Een grote ijskast. Die loopt ook op gas of elektriciteit. Die switcht ook tijdens het rijden naar elektriciteit. Die doet het allemaal automatisch. Dan een vriezertje. En dan nog meer kasten. Dit is dit wordt een hangkast voor jassen en dat soort zaken. Het is nog redelijk groot. Daar komt een buis van de verwarming in uit. Het is een verwarmde kast. Dat is eerder voor als uw jassen nat zijn, dan na het wandelen of andere activiteiten. Bijvoorbeeld skiën of snowboarden, dan kunnen die ook hier inzetten. En vermits dat die verwarming erin uitkomt, gaat die 's morgens uw jas gaat droog zijn en warm. Dus dat is ideaal. We hebben hier de zithoek zelf. We kunnen hier 1 grote tafel van maken, ook eventueel. Dus dat is ook nog wel een leuke. Maar hier kunnen we wel eten of zitten. Dus de doucheruimte, de douchebak zelf, heb ik het samen met een bar bijvoorbeeld gemaakt. Dat was ook nog wel een leuke om te doen. Hier de schuifdeur. Hierachter zit het toilet. Dat is dus het composttoilet. Composttoilet, omdat dat het meest handig is op een bus met 6 personen. The bus is currently enrolled as an old-timer, but it has to be approved as a camper van. Xavier hired a company to build a roof that expands and shrinks with the touch of a button. Ik zou met Ride of Sight eerder
reddende coworking space willen maken en het op bedrijven richten. Ook omdat ik heb gemerkt dat er heel wat mensen wel remote kunnen werken, zeker nu met corona, is dat nog veel evidenter geworden, denk ik. En meer bedrijven zijn ook voorzien en hun infrastructuur is ook meer voorzien daarop. En ze beginnen ook de juiste tools te gebruiken om remote te kunnen werken. Hier achteraan, daar is momenteel zijn nog een rommeltje, maar achteraan gaat een dubbele slaapkamer komen, een dubbele matras waar twee mensen kunnen slapen. Dat zal dan waarschijnlijk voor mij en mijn vriendin worden. Dan, als het dak naar boven is, hebben we wel staarruimte van 2 meter, dus dat is wel nice. En de bedoeling is van hier achteraan de 6 bedden te maken. Die bus was open vroeger, boven. Dat is zo'n sightseeing bus. Er moest dus nog een dak opkomen voor 2 volwaardige verdiepen te hebben. En ze hebben dat aangenomen voor er een dak op te bouwen dat naar boven en naar beneden kan, omdat de bus niet hoger mag zijn dan 4 meter. En dat is een Europese regel. Maar als je 4 meter hebt, kun je nooit geen 2 volwaardige verdiepen met volledige staalhoogte krijgen. Dus dan hebben we een dak er laten opbouwen dat naar boven en naar beneden gaat. Dat was ook een kostelijke. Dus al die raampjes die je hier ziet, elk bed heeft zo 1 raampje. Dus er gaan 3 stapelbedden worden, dus 3 keer 2 bedden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan hier vooraan, hier komt nog een tablet op te liggen. Een soort klein keukentje met nog een andere wasbakje voor je tanden te poetsen, dat je hier boven toch water kunt nemen. Warm en koud gaat dat ook zijn. Hier hebben we de stopcontacten. Hier komt een koffiemachine. Hierop komt ook nog een tablet. En onder dat tablet komt een lade, een ijskast ook nog voor drankjes te steken. Ik denk wel dat we dat een paar jaar willen doen. Maar vooral, we gaan dat gewoon blijven doen zolang dat het leuk is. Ja. Dat is wel het belangrijkste. Je moet er zelf ook wel leut in hebben, anders dan lukt dat niet. Het enige detail is wel dat ik nog geen camionrijbewijs heb. Dus ik heb een C-rijbewijs nodig en dat moet ik nog gaan halen.